Dat was de beslissing. En toch is het nog niet beslist wie wereldkampioen wordt. Want we hebben hier nog Lauren Mitchell uit Australië. En die kan er ook wat van. Vorig jaar bij de wereldkampioenschappen won ze de zilveren medaille. Een super elegante turnster die ook heel precies is. Heel nauwgezet in haar techniek. Fantastisch. Oh, die hup. Ze glipte een beetje onderuit. Pirouette. 1, 2, 3. Geweldig. Past allemaal precies op deze muziek. Arby flikvlak, 2,5 schroef, salte voorwaarts. Dat is mooi. Heel gevarieerde acrobatiek. Kijk eens wat een sprong zeg. Tjong, jongen, jongen. Wisselspagaatsprong met lengte als draai. Nu nog de laatste serie. Arby flikvlak, dubbel gehoekt. En die hup. Ja, dat is te veel. Dat is te veel. Dat zijn twee keer een nahup naar de acrobatiek. Maar wat een fraaie oefening. Wat een fraaie compositie en een prachtige choreografie. En dat allemaal goed passend op de muziek. Hele andere muziek weer dan de Russische had en dan de Roemeense en dan de Chinese. Maar dat is juist het leuke op de vloer. Ze heeft een moeilijkheidsgraad, een D-score van 5,90. Dus dat is dezelfde hoge D-score als de Roemeense Călaru. En 1/10 punt meer dan Mustafina. Maar ja, wat gaat de jury doen met die landingen, hè, na de acrobatiek? Kijk, hier zien we dat eerst. Die dubbelsalte voorwaarts. Dat ging voortreffelijk. Dan gelijk. Hop, de saison erachteraan. Mooi uitgevoerd. Perfect. Valt niks op af te dingen. De pirouette. Drievoudig. Die deed ze op de balk. En toen werd het gelijk de midget. Mitchell pirouette. Op de vloer is het natuurlijk misschien wel moeilijker, want de weerstand met je voet op de mat is groot. Maar goed, dan wordt niet die waarde toegekend als dat op de balk is. En toen kwam hier die dubbelsalto gehoekt. Kijk op de landing. Kijk hier. Hop, die hup. Ja, dat is 3/10 van een punt. En als je dat twee keer overkomt, dan ben je 16e punt kwijt in de uitvoering. Neem niet weg dat het een fantastische vloerprogramma is van de Australische. En het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat een Australische wereldkampioen wordt op vloer. Het zou dus een historisch feit kunnen worden. Ik ben heel benieuwd wat de jury nou hiermee gaat doen. 5,90, dus dat is een 10e punt meer dan Mustafina. Maar ja, dan moet ze toch wel een score van rond de 9 punten halen voor de uitvoering. En dat kan natuurlijk nog, want als je twee keer 3/10 punt aftrek hebt voor de acrobatiek, dan hangt het af van die andere kleine dingetjes. Is dat meer dan een punt aftrek of net niet? En daar zitten dus 7 juryleden naar te kijken. Qua uitvoering. Călaru, de Roemeense, wacht af wat er gaat gebeuren. We hebben op dit moment Mustafina de Rusin en Călaru de Roemeense op de eerste plek. En het gebeurt! Het gebeurt! Zie je die reactie? Fantastisch! 8,933. 14,833 is de eindscore. En voor het eerst in de geschiedenis van het mondiale turnen wint een Australische het vloerprogramma. En de Roemeense met Mustafina de Rusin moeten tevreden zijn. Dus met gedeeld zilver. Jawel, Lauren Mitchell. Vorig jaar won ze de zilveren medaille bij zowel de balk als de vloerfinale. En nu wint ze goud. En hier is de vreugde. Samen met haar trainster. De trainster die in 1996 nog deel uitmaakte van het Amerikaanse begeleidingsteam. De Amerikanen die toen Olympisch goud wonnen in Atlanta. Die is daarna naar Australië gegaan. En sindsdien is deze trainster daar aan het werk. En nu is het grote moment daar voor Lauren Mitchell. Die hier de wereldtitel pakt met een minuscuul verschil
14.833 om 14.766. Dat is dus een verschil van 0,067. En je ziet Mustafi na de rust in. De gezicht staat weer even op oorlog. Want die heeft wat tijd nodig om dat mentaal te verwerken. Dat ze net weer geen goud heeft. Maar wel met 3 keer zilver en 2 keer goud terug mag naar Moskou. Nou, ja, daar zou ik tevreden mee zijn. Maar goed, als je echt de allerbeste wil zijn overal, misschien niet. Maar het is toch geweldig. Ja, dan ga je uit je dak natuurlijk. Dan gaan alle Australiërs uit het dak. En dan heeft Lauren Mitchell daar alle reden voor. Omdat zij zich hier historisch maakt in het Australische turnen. Wereldkampioenen bij de vrouwen op de vloer. Dat is niet zomaar wat. Dat is magnifiek. En hier toch Mustafina feliciteert Lauren Mitchell. En ze kan erom lachen. En dat is zo. Dat is mooi. Gelukkig dat ook Mustafina zich snel herpakt heeft. Met hier de resultaten in beeld. De Australische wint de wereldtitel. Vlak voor de zilveren medaille van Mustafina uit Rusland. En Cialaru uit Roemenië. En zo zie ik tussen de nummers 1 en 6 maar...